Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Nieuwe leden Hof van Justitie in functie aangesteld. CBW en kantoren beperkt open. Directeur Canapé Bokkie geeft uitleg. En beschikkingen beëdigde politierecruiten al getekend. De pas beëdigde leden van het Hof van Justitie zijn op woensdag 23 december 2020 in functie aangesteld. De installatie van 5 leden en 6 plaatsvervangende leden van Surinames hoogste rechterlijke instantie heeft plaatsgevonden in de congreszaal. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en procureur-generaal Roy Bainat Pandey. De nieuwe leden werden toegesproken door de procureur-generaal en hofpresident Ivan Rasoulbaks. Thans uit om de akte van eedsaflegging van de president van het Hof van Justitie voor te lezen, gelijk bevolen in artikel 2 van het besluit tot vaststelling van de orde van de inwendige dienst bij het Hof van Justitie. Griffier. Op heden, vrijdag de 18e december 2020, te 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen de heer meester I.H.M.H. Rasoulbaks, die als president van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorschreven eed heeft afgelegd. Dank u wel. Ik verleen akte van deze voorlezing en verklaar hiermee de ondergetekende als ze zijn geïnstalleerd als president van het Hof van Justitie. Rivier, ik nodig u uit om thans de akten voor te lezen van eedsaflegging van de 5 leden van het Hof van Justitie. Op heden vrijdag de 18e december 2020 te 15.00 uren is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Sylvanne Bradley, die als lid van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorschreven eed heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020 te 15.00 uren is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Jane Jensen, die als lid van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven belofte heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020 te 15.00 uren is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Sabita Debi Nanu Gangadin MPA, die als lid van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden, vrijdag de 18e december 2020, de 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen de heer Ishwar Prasad Sunay, die als lid van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020, te 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Alida C. Johans, die als lid van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Dank u wel, griffier. Ik verleen akte van deze voorlezing en verklaar de rechters meester Sylvana Judith Sandra Bradley, meester Jane Mireya Jensen, meester Sabita Debi Sandra Gangadin, gehuwd Nanho, meester Ishwar Prasad Sonai en meester Alida Carlotta Johans, als ze zijn geïnstalleerd als leden van het Hof van Justitie van Suriname. Griffier, en tenslotte voorlezing van de actes van beëdiging van de 5
6 plaatsvervangende leden. 15.00 uren is op het presidentieel paleis verschenen de heermeester Subhas Chandra Poonawasi, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020, de 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Deborah Haakmat Sniphout, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020, de 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen de heermeester Albert Adelaar, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven belofte heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020, de 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen mevrouw meester Shanti S. Bikari, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020, de 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen de heermeester Roy H. Elgin, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven eed heeft afgelegd. Op heden vrijdag de 18e december 2020, de 15.00 uren, is op het presidentieel paleis verschenen de heermeester Dayanand Bandhu, die als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie van Suriname in handen van de president van de Republiek Suriname de voorgeschreven belofte heeft afgelegd. Dank u wel, griffier. Ik verleen akte van deze voorlezing en verklaar de rechters, meester Subhas Chandra Poonawasi, meester Deborah Marita Sniphout gehuwd Haakmat, meester Albert Adelaar, meester Shanti Shakuntala Devi Bikhari, meester Roy Hesdi Elgin en meester Dayanand Bandhu als ze zijn geïnstalleerd als leden plaatsvervangers bij het Hof van Justitie. President, collega-rechters, hoogwaardigheidsbekleders, dierbare aanwezigen. Ik feliciteer de rechtsstaat Suriname met deze significante versteviging van deze poot van de trias politica in deze natie. Met de president van het Hof, 5 leden. En zoals u bekend, zouden vandaag 6 leden erbij moeten komen. Doch door het komen te ontvallen van onze dierbare collega Audrey Nooitmeer is er een lid minder. We hebben in elk geval een plaats voor haar opengehouden ter nagedachtenis van deze gewaardeerde collega. Zij is in mijn gedachten en ook haar familie. Er zijn verder ook 6 nieuwe voltijdse leden plaatsvervangers erbij gekomen. Voortschrijdend inzicht leert dat met de groei van rechtszaken en met deze en komende uitbreiding van capaciteit de rechterlijke macht organisatorisch niet zal kunnen blijven volstaan met maar 1 vicepresident. In het kader van de verzelfstandiging van de rechterlijke macht zal er in elke sector, strafsector, civiele sector, in de sector bestuursrecht, een vicepresident dienst moeten doen en bestuurlijk leiding geven aan die sector voor een gestroomlijnde input, doorloop en output van zaken. De huidige situatie is dat leden van het Hof organisatorische en bestuurlijke ondersteuning verlenen aan de president van het Hof voor aangelegenheden van die sectoren die onderverdeeld zijn in units. Het gaat vooralsnog om de sector straf en sector civiel bestuursrecht moet nog in ontwikkeling gebracht worden. Het Hof heeft daarom als voorloper een 7-tal units en een managementteam Hof van Justitie ingesteld, bestaande uit de president en 3 seniorrechters, bijgestaan door de interim directeur van het Hof. De units worden beheerd door een coördinator en een plaatsvervangende coördinator.
De focus zal de komende tijd daarom liggen bij het omzetten van de rechterlijke organisatie in een zelfstandig bestuursorgaan, ZBO, zoals de Comptabiliteitswet dat noemt. En we kunnen ook eventueel spreken van een rechtspersoon sui generis. Dat kan ook met goed gestroomlijnde organisatorische en procesgerichte structuren. Dit zal mijn voortgezette missie zijn als president van het Hof. De vicepresidenten in spe zullen zich in het bijzonder toeleggen op de organisatie van de rechterlijke werkzaamheden binnen de respectieve sectoren en units, geflankeerd door beleidsonderdelen vanuit het bestuur van het Hof. De COVID-19-situatie heeft de overheid genoodzaakt haar kantoren, met uitzondering van zij die essentiële diensten verlenen, gesloten te houden. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is een van de essentiële overheidsdiensten. Haar kantoren zijn vanwege de verscherping van de maatregelen beperkt open en wel slechts voor aangiftes van geboorte, overlijden en echtscheiding. U hoort CBB-directeur Anastasia Canapé-Pocky in gesprek met de Communicatiedienst Suriname. De overheid heeft inderdaad verscherpte maatregelen aangekondigd. En een van de maatregelen is om over te gaan tot sluiting van de overheidskantoren. Maar gelet op de verantwoordelijkheid van CBB met betrekking tot de dienstverlening in het verlengde van de bevolkingsadministratie, kunnen we vooralsnog niet overgaan tot sluiting van de kantoren. Maar we zijn wel genoodzaakt om de dienstverlening te beperken tot de essentiële diensten. En daaronder wordt verstaan de diensten waarbij bij wet een termijn aan is gekoppeld. En dan hebben we het over de aangifte van geboorte en overlijden en ook de inschrijving van het vonnis van echtscheiding. Het is niet zozeer dat wij echtscheiding stimuleren, maar als het aankomt op de inschrijving van het vonnis van echtscheiding, is er een wettelijk termijn daaraan gekoppeld. Vandaar dat het gecategoriseerd kan worden als een essentiële dienst. Ook moet ik aangeven dat alle eerder gemaakte afspraken normaal voorgang zullen hebben. De belanghebbenden kunnen zich wenden tot de bureaus voor burgerzaken of tot de afdelingen van CBB. En dan heb ik het over afspraken die al eerder gemaakt zijn. En die moeten normaal voortgang vinden. De openingstijden die wij voorlopig hanteren zijn gesteld op 7 uur tot 1 uur voor alle CBB-kantoren. Belangrijk is dat wanneer de burger zich aanmeldt op een CBB-kantoor, is het heel belangrijk voor ons dat ze dan de handen gaan wassen. We hebben daarvoor voor wasbakken voorzien. Ze gaan de handen moeten wassen. Ze gaan dan natuurlijk ook temperatuurafmeting nemen. En verder moeten ze ook de afstand houden van een 1,5 meter. Als het aankomt op het personeel, hebben we ervoor gezorgd dat afhankelijk van de diensten die we bieden en de grootte van de ruimte, dat wij dan in groepen werken. We zorgen ook ervoor dat wij op de werkvloer de nodige bekende afstand van 1,5 meter in acht nemen en dat wij zoveel mogelijk proberen alle maatregelen in acht te nemen. Ten eerste vraag ik aan de samenleving om geduld te betrachten. We hebben nu beperkte openingstijden en ook de dienstverlening is beperkt. En dit doen we allemaal om de verspreiding van het COVID-virus in te dammen. En we vragen echt wel geduld aan de samenleving. Het moment de maatregelen zijn gaan versoepelen, gaat men dat ook merken in de dienstverlening van CBB. Dus ik vraag de samenleving om geduld te betrachten en om ook alle nodige maatregelen in acht te nemen.
De onlangs beëdigde politierecruten zullen sowieso worden ingezet. Hun beschikkingen zijn intussen getekend. Zo liet minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie weten tijdens een persconferentie van zijn ministerie op dinsdag 22 december 2020. Er is volgens hem genoeg personeel voor handhaving van de COVID-19 maatregelen. De bewindsman gaf ook de huidige stand van zaken wat betreft de Cubanen die op South Drain bivakkeerden. Ten aanzien van de inzet van het zijn geen recruten meer, ze zijn gelukkig gisteren beëdigd. Ze worden sowieso ingezet, alleen heb ik begrepen dat ze in beraad zijn. Hierover, zaterdag, is het zaterdag of donderdag, heb ik een brief ontvangen van de Surinaamse Politiebond. Dat de mensen in beraad zijn gegaan en dat zij de acties hebben overgenomen. Alle respect voor de vakbondsrechten. Ondertussen hebben we de beëdiging gehad. Er was ook een issue daarover over beschikkingen. De beschikkingen zijn ondertussen getekend. En ten aanzien van kleding, dat ze, de mensen kunnen voorzien worden van kleding. Misschien op dit moment geen grijze uniform nog. Maar er zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld in verband met 25 november, de viering van, onze dingen, onafhankelijkheidsdag, is er kleding aangeschaft. Dus ze zouden eventueel kunnen terugvallen op die wat ze hebben gekregen toen. En natuurlijk om het probleem tot een definitief einde te maken dat we inderdaad dat grijze uniform voor ze aanmaken. Voor wat betreft personeel, de druk die er nu is op de manschappen, omdat ook de COVID-19 maatregelen moeten worden gehandhaafd. Er is een duidelijke scheiding tussen de reguliere werkzaamheden en de COVID-19 maatregelen, dus de surveillances vanaf de lockdownperiode. En dat is heel mooi uitgegooid door het korps. Daarnaast krijgt het korps ook ondersteuning van militairen, van de arbeidsinspectie, van bestuursambtenaren en ook van de BOG. Dus er is genoeg personeel om in te zetten voor handhaving van de COVID-19 maatregelen. Uw vraag over de Cubanen. Inderdaad hebben we na gezamenlijke inspanningen van het leger, NCCR, de politie en andere diensten hebben we South Drain inderdaad kunnen ontruimen. Kijk, de mensen hadden leiders. Het was een heel goed opgezette en gecoördineerde actie. We hebben contact gehad met de ambassadeur, de Cubaanse ambassadeur, en die heeft ons aangegeven van, kijk, dit is gebruik dat ze van tijd tot tijd mensen zich lenen om een caravan te organiseren. En inderdaad kan er hier achter schuil gaan mensen smokkelen. We hebben 16 leiders, initiatiefnemers geïdentificeerd. En die zijn voorlopig aangehouden. En we kijken welke richting het uit zal gaan met ze. Dat was Focus. Namens de Communicatiedienst Suriname wens ik u gezegende kerstdagen toe. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.